Nou, de eerste keren dat we beeldbellen hebben gedaan, moest ik daar wel even aan wennen. Even dat nare gevoel naast mij neerleggen. Ja. En uiteindelijk, toen is het mij gelukt om gewoon te zeggen wat ik wilde zeggen. En om met Jeanette te bespreken wat ik wil bespreken. En dat is tot nu toe nog steeds het geval. Goedemorgen, Jeanette. Hoor je me goed? Ja. Zie je hem ook goed? Ik zie jou heel goed, Jeanette. Ja. Hoe gaat het met je, Annie? Het gaat redelijk met mij, Jeanette. Wat zeg ik? Het gaat eigenlijk goed, Jeanette. Mijn ervaringen zijn heel erg positief over Zorg Dichterbij. Ik ben gevraagd voor die pilot, waarin ik natuurlijk ook in het begin eventjes een afwachtende houding had van waar gaan we naartoe bij het leveren van zorg en ondersteuning bij mensen thuis. Maar uiteindelijk heeft het heel veel voordelen opgeleverd. En wat ik vooral zie is dat bij onze doelgroep, mensen met niet aangeboren hersenletsel, het minder energie kost wanneer ik op afstand met ze bezig ben in de begeleiding. Ja, kijk, onderhand heb ik eigenlijk een beetje het gevoel, als ik online contact heb met Jeanette, net alsof ze hier bij mij aan tafel zit. Het verschil is dat ik niet van tafel hoef om een kopje koffie in te schenken voor Jeanette. Ja, tussendoor een kopje koffie voor mezelf, that's it. Maar nee, het gaat gewoon goed. Maar ik vind het wel heel fijn dat Jeanette gewoon wel af en toe bij mij live aan tafel zit. Dat is gewoon voor bepaalde dingen gewoon wel belangrijk, ja. Wanneer ik op huisbezoek kom, dan is het al vaak dat je een kopje koffie krijgt aangeboden. Dat je eventjes mee moet in de tuin. Je moet dingetjes bekijken. Je bent dan minder snel doelgericht bezig. Ja, je wilt ook niet meteen zeggen, nou, kom maar tot de kern. Ik merk dat we via beeldscherm veel sneller tot die kern komen. Veel sneller het doel bereiken waarvoor ik daar kom. Eén klant is heel enthousiast. Die is... ook wel blij dat ik op afstand blijf, want die vindt dat inderdaad niks, dat er zo'n dame met zo'n koffertje komt en nou, die moet er allemaal maar niks van hebben. En die vindt het prettig dat we het op deze manier regelen. Plus dat hij nu op zijn slaapkamer met de tablet op zijn slaapkamer zit, dus we zitten te beeldbellen in privésfeer. En anders zat hij altijd met een bezoek in de huiskamer waar zijn moeder, zijn broer of binnenliepen of bijzaten. En nu heb je gewoon een 1-op-1 gesprek. En ik merk dat hij gewoon veel opener is met het beeldbellen. Ook veel meer over zichzelf vertelt. Maar ook over wat er misgaat thuis. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Dat je dat, nou, dat wat er misgaat thuis, dat hij dat anders niet bespreekbaar maakt. En nu wel. Nou, dat vind ik toch wel heel, heel positief. Van Zorg Dichterbij, dat vind ik heel erg goed. Als er problemen zijn wat je per ongeluk binnenkomt, zeg maar, kun je meteen gebruik maken van Zorg Dichterbij. Het is niet altijd dat de persoon waar je mee belt contact opneemt, maar ergens waar je mee zit, dat hoef je dan niet tot het einde van de week te bewaren, want dat vervaagt toch meer. Dus je hebt meteen reactie, je hebt meteen antwoord op wat je hebben wilt. En ik vind het heel prettig om zo te communiceren. Hoi Johan. Hoi, goedemiddag met Harry. Hoi. Ik heb hier een berichtje van het ziekenhuis dat ik volgende week weer voor onderzoek moet, had ik een vraagje. Zou jij met mij mee willen? Want ik heb op dit moment heb ik geen netwerk die met me meegaat en ik zie er best tegenaan tegen het onderzoek. Zou je willen overwegen of jij met mij meegaat?
Zorg dichterbij is uiteindelijk een heel efficiënte manier om toch een hele hoop cliënten te blijven ondersteunen. Waarbij de cliënt uiteindelijk ook een stukje eigen regie in handen heeft hoe hij zijn zorg ingericht wil krijgen. Het biedt uiteindelijk de cliënt een stuk veiligheid en er wordt toch nog geluisterd naar zijn ondersteuningsvraag. En dat is, ik vind het dan ook heel belangrijk, dat heb ik toen ook al aangegeven, dat er dan misschien wat meer tijd voor is dat zo'n beeldschermcommunicatie dan 24 uur per dag bemand of bevrouwd wordt. Dat zou ik nog idealer vinden. En nadeel is, dat is ook een nadeel, je moet hem wel vrij vaak opladen. Ja, ja. Dus dat is ook wel weer een nadeel, ja. Dus dat, denk je, is hij nou alweer leeg? Ja, dat is wel, maar hoeveel, des te meer je hem gebruikt natuurlijk, des te eerder is hij leeg.